Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video ga ik weer eens lekker opruimen en poetsen. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik echt hou van opruimen, organiseren en alles gewoon lekker schoonmaken. Dus in deze video ga ik dat ook weer doen. Ik heb eigenlijk al een soort cleaning serie op mijn kanaal, namelijk de Clean With Me playlist, zo noem ik hem even. Maar ik maak wel wat vaker Clean With Me video's. Deze keer wordt het ongeveer weer zoiets, maar in deze video ga ik de hele badkamer opruimen en poetsen. Alle beautyproducten. Ik ga lekker alles schoonmaken, stofzuigen, dweilen. Dus ik heb er zelf heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Je kunt deze video bijvoorbeeld bijpakken als je zelf moet gaan schoonmaken. Of als je gewoon zin hebt om deze video zo te kijken. Het is gewoon de bedoeling dat deze video jou inspireert en motiveert. Dus ik hoop dat ik dat kan bereiken met deze video. Dus heb jij er zin in, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren, dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En dan gaan we nu snel door met de video. Oké, dit is wat je ziet als je onze badkamer binnenloopt. Het is nu trouwens ook al echt rommel. Ik moet sowieso dadelijk ook bijvoorbeeld hier de handdoeken en zo in de was doen. Hier heb je verder de wasbak en de spiegel. Kijk, en dan heb je hier het toilet. Jullie kunnen zien, de spiegel is ook echt vies. Maar we gaan beginnen en ik denk dat ik ga beginnen met de wasbak en ook de laadjes en zo. Dus laten we gaan beginnen. We gaan beginnen met de bovenste lade. Al de producten die je hier ziet zijn niet van mij. Deze zijn gewoon van mijn ouders of van mijn broertje of zusje. Want alle producten die ik gebruik, dus al mijn verzorgingsproducten, liggen gewoon op mijn kamer. Dus in deze video ga ik ook niks weggooien of ja, wegdoen. Ik ga alles gewoon alleen organiseren en ja, wat net dan neerleggen en zo. Als ik alles eruit heb gehaald, kun je zien hoe vies de la daadwerkelijk is. Ik ga als eerste even met de stofzuiger er doorheen. En daarna nog met een doekje. En vervolgens ga ik alles weer opnieuw indelen. Ik hou echt van beautyproducten, dus ik vind het ook altijd zo leuk om tussen mijn moeder haar productjes rond te snuffelen en zo. Ik ben hier bezig met de nagellakjes, maar dadelijk krijgen we ook echt make-up en zo. En ik vind het gewoon zo leuk. En zo is de eerste la uiteindelijk geworden. Dan gaan we door met de tweede lade. Dit is een beetje een lade met van alles en nog wat. Dus ik haal eerst weer alles eruit, daarna maak ik het schoon en vervolgens deel ik de la weer opnieuw in. En voilà, de la ziet er weer super netjes uit. Dan hebben we dit kastje. Hierin liggen al onze handdoeken en washandjes en ook onze extra producten. Hier haal ik ook weer eerst alles uit de kast en vervolgens maak ik de kast helemaal schoon. En ruim ik iedere bak weer op.
En zo ziet het kastje eruit. Ik ben ook echt zo'n persoon die de handdoeken op kleur gaat sorteren. Dus ja. En de bakken zien er ook allemaal weer super netjes uit. Deze is iets voller, maar dat zijn gewoon heel veel producten. En verder ziet deze er zo uit. Dan ga ik nu door met echt het grondigere schoonmaakwerk. Ik begin met de wasbak. Ik haal eerst alles van de wasbak af. Dit zijn de schoonmaakproducten die ik gebruik. Alles reinigen gooi ik gewoon in de wasbak. Daar ga ik dadelijk lekker mee scrubben. En dat roze spul gebruik ik eigenlijk alleen bij de kranen. Dus bij alle dingetjes die zilver zijn. Je kan het daar ook zien, zeg maar. Die knop in het midden, daar smeer ik het ook op. Spiegel kon ook alweer eventjes een schoonmaak gebruiken, dus die kan ik natuurlijk ook niet vergeten. Vervolgens zet ik alles weer terug en ziet het er weer zo uit. Dan gaan we door met het bad. Ik ga als eerste alle handdoeken eruit halen, zodat ik die dadelijk in de wasmachine kan doen en deze kan uitwassen. En het bad maak ik eigenlijk op dezelfde manier schoon als wat ik bij de wasbak heb gedaan. Ik haal als eerste alles weg. Ik spuit hem even schoon met zeg maar de kraan. En vervolgens doe ik ook weer dezelfde schoonmaakproducten erin. En ga ik het helemaal schoon scrubben. Als het bad is gedaan, ga ik nu als laatste nog de wc schoonmaken. En dan het allerlaatste wat ik moet doen is nog stofzuigen en dweilen.
En dan is de badkamer weer helemaal schoon en dit is het eindresultaat. Dit was dan de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. De badkamer ziet er echt weer helemaal netjes en georganiseerd uit. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je de video nou leuk? Vergeet dan zeker even om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je zeker niet te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. En dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!